Het versterken van clusters is een van de 9 strategische prioriteiten voor het succesvol bevorderen van innovatie binnen de Europese Unie. De Europese Raad verzocht de Europese Commissie daarom om een actieprogramma uit te werken. Dit programma moet een antwoord geven op de vraag hoe de transnationale dimensie van clusters bevorderen. Een cluster is een vereniging van bedrijven en kenniscentra die samen werken in één bepaalde sector. Maar grensoverschrijdend gaan werken is voor vele van die clusters een uitdaging. Wat de commissie ook heel belangrijk vindt, is dat men cross-sectoraal gaat werken. Dat dus een cluster in healthcare bijvoorbeeld zich samenzet met een cluster in de ICT. Het European Cluster Collaboration Platform is een initiatief van de Europese Commissie net om de uitwisseling tussen de verschillende clusters te bevorderen. Dus het is een online applicatie waar mensen zich kenbaar kunnen maken. Dus de clustermanagers kunnen hun cluster voorstellen en zij kunnen proberen in de verschillende lidstaten allianties op te zetten met andere clusters. En dan samen activiteiten uit te voeren. Het platform is een van de tools die de Commissie gebruikt om effectief aan te tonen dat samenwerking gemakkelijker is als men grensoverschrijdend werkt en ze stellen die tool ter beschikking. Vorige week stond in Brussel de matchmaking centraal tussen clusters uit de digitale sector van de Europese Unie en Taiwan. De ideale gelegenheid om ook participerende Europese en Vlaamse bedrijven nog een keer in contact te brengen met elkaar en met de belangrijkste spelers in het Verre Oosten. Aansluitend op deze EU-Taiwan Industrial Dialogue werd daarom het Business Connection Forum opgezet. De organisatoren Silicon Europe Worldwide en het Enterprise Europe Network willen hiermee internationale partnerschappen bevorderen. En dit tussen belangrijke actoren binnen de internationale micro- en nano-elektronica-wereld. For entrepreneurs, we know it is very difficult to find the right partner at the right time to do either R&D programs, technology transfer, or to do new business partnerships. And the clusters are absolutely here for this. In het domein van slimme elektronische systemen is de markt veel breder dan onze thuisregio. En vandaar dat we ook kijken naar het opbouwen van internationale connecties. En het opbouwen van internationale connecties doen we bij voorkeur in samenwerking met onze clusterpartners uit de Silicon Europe Alliance, wat een samenwerkingsverband is van 12 gelijkaardige Europese clusters. We have project in the Danube strategy. It's about 14 countries around the Danube. But we need minimum 5 partners. So we need another 4 countries to involve in our project. Op het Business Connection Forum zijn bedrijven uit diverse sectoren aanwezig. Het draait hier om contact te leggen met het oog op een internationaal partnerschap. Taiwan is sterk vertegenwoordigd met vooral bedrijven actief binnen 5G, circulaire economie en industrie 4.0. All the markets are impacted by this digital revolution, like healthcare, like energy, like mobility, like the industry of the future. Digital is everywhere, is really overwhelming everywhere, and micro-nano electronics is at the heart of this revolution. For this, it means that with Taiwan we can have a kind of balanced relationship. They can help our entrepreneurs with access to manufacturing capabilities. On the other hand, we can bring them new design, new technology and new solutions for their own market. Als je nieuwe handelsrelaties wil gaan ontwikkelen met een land of een regio zoals Taiwan, dan heb je sowieso de afstand die speelt, de cultuurverschillen die spelen. Dus die wereldwijde handel verdient zeker voor kleine bedrijfjes altijd nog een duwtje in de rug. So we have to come to here to look at the individual customers. They properly focus at different countries. They have a good relationship and know-how for the local business success. So we have to partner with them. In this matchmaking, you don't talk only with Taiwanese or with Asians. No, it's a lot of European person, companies, they want to make business. And of course, we can make business together also. So it's two-part win-win.